In deze video hebben we echt, ja, echt een hele zieke SBC unlocked. Tenminste, ik begrijp online dat dit echt een SBC is die je moet doen. Ik kon hem dus ook daarom niet weigeren. En ja, hij past ook perfect nog in mijn team. Of ja, perfect. Hij speelt wel op een 8, maar goed, dat is bijna perfect. Daarnaast hebben we ook onze winter wildcard die we gisteren hebben gepakt in de basis kunnen zetten. En ja, ik denk oprecht dat we gewoon een heel lekker team hebben voor aankomende Weekend League. Weekend League is dus veranderd. Kijk even die video van gisteren, dan leg ik het even uit. Maar ja, je kan het zelf ook gewoon zien. De rewards en alles is gewoon anders. Dus daardoor is het denk ik weer leuk om een beetje, ja, een beetje fanatiek die Weekend League in te gaan. Tenminste, dat denk ik nu. Misschien dat ik zaterdag of zondag weer denk van ja, het interesseert me geen kut. Vergeet even niet deze video te liken. Abonneer ook even hieronder op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan gaan we snel door naar de video. Jongens, het is bijna kerst. Dat betekent dus dat het belangrijk is dat je goede cadeautjes en leuke cadeautjes voor ja, je vader, je moeder, misschien je broertje wel koopt. Vergeet even niet dat Trust mijn partner is, jongens. Trust, mooie headsets, mooie gamestoelen. Kijk zeker nu even op hun Instagram pagina of op hun website. Ze hebben op dit moment allemaal leuke deals en acties. Dus zoek je nog een leuk cadeautje, kijk even bij Trust. Oké, jongens. Laten we eerst even kijken welke SBC we hebben unlocked. Dat is natuurlijk, ja, dat is super belangrijk. Oké, jongens. Hier komt hij. De SBC. Die is unlocked. De beste CDM. Schijnt in het spel. Hij is Zwitsers. Hij is een CM. Hij speelt bij, wat is het? Frankfurt. En het is een geweldige speler. Kijk hoe blij die is, jongens, in ons team. Kijk, het is een mooie Real Madrid tenue. We pauzeren. Zo lekker. Een cappuccino met een Vitesse mok op de vroege ochtend, jongens. Oh ja, dit is die goal die ik maakte met Bernardo. Even om te laten zien hoe goed zijn dribbling is, jongens. Even, gewoon even tussendoor. Gewoon kijken, groen getimed. Hop. Dat is Bernardo Silva. En daarom ben ik eigenlijk, wil ik hem zo graag in mijn team in de basis. Maar ja, dat moment moet nog komen. Of zou ik dat eigenlijk nu een keer doen? We hebben die SBC dus unlocked. En dit is ons nieuwe team, jongens. Ja, ik kan elke positie afgaan. Maar nee, ik ga met dit team spelen. Ik heb er heel erg veel zin in. Bernardo, ja, helaas. Ja, ik denk dat hij gewoon de ideale super sub is. Ik weet niet of hij goed genoeg is voor de basis. Hij is echt heel goed. Alleen, hij heeft toch maar 4 sterren skills, 3 sterren wat mee. Ja. Vinicius ook, ja, fantastisch. Alleen, ja, ik kan er niet tegen dat ze nu al zo'n 87 kaartje van hem hebben. En ik heb die 85. En ik vond gewoon dat het weer tijd werd voor een andere speler. Dus we hebben Boutra, Mbappé, Ginola heb ik dus teruggekocht. Ja, ik vind dat echt, ik vind dat zo'n vette kaart. En Messi nog steeds. Ik had hier ook voor een andere speler op de rechts buiten kunnen gaan. Voor Chiesa bijvoorbeeld van Juve. Chiesa, hoe spreek je zijn naam? Dat had ook kunnen doen. Dat, ja, dan hebben we toch iets van 150.000 muntjes nog extra over. Maar ja, op nummer 10 vind ik Messi toch nog steeds de baas. En ook aan de flank voor die longshots. Maar ja, we zouden ook eventueel voor, ja, die vette Italiaan kunnen gaan. Dan hebben we wel een hele mooie Italiaanse kant. Laat maar weten. Messi of Chiesa? Chiesa? Even kijken wat Google zegt. Chiesa. Dus we kunnen voor Chiesa gaan. Die kost 160k of zo. Dat is op zich ook wel vet hoor. Maar ja, dan kunnen we. Kijk, wat is het nadeel? We hebben nu op dit moment 150k over. Dan hebben we ook nog 300k. Ja, dan zou je een betere centrale verdediger in plaats van Alaba kunnen. Maar ik denk dat Alaba best wel goed is. Misschien moet ik hem niet onderschatten. Ik denk dat Alaba best wel goed is, jongens. Ik heb namelijk tegen hem gespeeld afgelopen weekend. En dat, ja, ik vond dat echt een bizarre kaart. Maar goed. Even kijken, hoe gaan we dit dan invullen? Oké, Barella is denk ik de meest aanvallende. Dus hoezo kan ik kijken? Ik kan gewoon niet naar links nu. Of ik kan naar onder naar boven. Ik kan niet gewoon naar links nu. Ginola op 10. En Mbappé in de spits. Ja, ik denk dat het dan gewoon zo wordt. Ik denk dat dit... Oh ja, en ik kwam erachter dat Spinazzola dus rechtspoot is. Ik dacht al, waarom schiet hij met rechts zo fucking ziek gisteren die bal erin? Nou, hij is dus rechts, maar hij speelt op linksback. Ja, ik denk dus dat we het gewoon zo gaan doen. Messi dan niet op 10, maar Ginola. Messi aan de flank. Ja, dan zou je ook voor Chiesa kunnen gaan. Oké, okay, nou dat is het goed. De rollen. Ja, dat zal ook wel allemaal Messi zijn. Oh, strafschoppen, Ginola. Nou, okay. Ja, laat maar even weten. Misschien dat we... ik weet niet. Ik denk dat we ook niet genoeg hebben. Ik denk dat Alaba ook gewoon perfect is. Ja, lastig. Oké, okay, we gaan een potje spelen, jongens. Ik ben echt benieuwd naar vooral Barella en die So. Klinkt als een Soa, maar het is het net niet. FUT Champions moet ons nog kwalificeren. Dus dat is leuk. We spelen wel weer PS5 versie. Ja, dat gaan we gewoon even blijven doen. Misschien ook dit hele weekend op de PS5 versie. En ik ben echt benieuwd naar Alaba, Spinazzola. Ja, eigenlijk gewoon de alle nieuwe aankomen. Ginola weet ik dat hij goed is, maar... Kijk, dat is een leuke tegenstander. Hij heeft Fabinho. Wat een gek, zeg. Oké, hoe zullen we beginnen? 4-2-3-1. Die So, jongens. Daar is hij. Zijn eerste balcontact. Kijk dan, wat een speler. Hij voelt zich gelijk blij in het nieuwe team. Spinazzola, jongens. Kijk dan, wat een versnelling. Wat een paas. Mbappé, tuurlijk. Ah, wat dom. Kijk, nu hebben we wel Messi aan de flank. Ja. Oh, ik wou zeggen, dat wordt hem. Kijk, maar dit vind ik zo chill. Let op. Groen getimed. Oh, niet
eens. Maar wat een schot. Kijk, dit wil ik net zeggen. Dit is waarom je Messi aan de flank hebt. En dat doet die Chiesa, denk ik niet. Chiesa. Oh, dit vind ik wel mooi. Dat ik het gewoon nog zeg. En dat het ook gebeurt. En ik denk dat we het gewoon zo laten. Die gast is volgens mij helemaal de weg kwijt. Hij is helemaal de weg kwijt. Kijk dan wat hij aan het doen is. Hij is echt... Die gozer is echt van het padje, denk ik. Ja, dit hoort bij zijn instructies. Dan denkt hij... Ik laat het doen. Ik doe alsof ik een idioot ben. En dan ineens gaat hij scoren. Messi weer. Ah... Jezus, wat is dat met die schoten van hem? Dit is echt niet normaal, hè? Lijkt op de PS5 versie alsof hij beter schiet dan op de PS4 versie. Ik weet niet hoe dat kan, maar... Oh, Fabinho, nee. Oh, hij legt hem af. Nee, oh, nog erger. Waarom schiet hij dan niet met Fabinho? Ja, hierom, maar... Laf verder. Uh-oh, stom gestapt. Zaha! Tuurlijk. Oké, het is rust. Oh, het niveau is, ik weet niet waarom, maar het niveau is voor mijn gevoel een stuk hoger op PS5. Ja, het kan ook toevallig deze pot zijn, maar de manier van spelen, hoe die gast ook, hij opent, hij heet het van links naar rechts back, ja, heel irritant. Maar dat doen alleen, ja, mensen die er echt willen tryharden. Daar gaat hij, de panter! Ginola moet hem afleggen en dat doet hij natuurlijk ook. Nee! Is dit buitenspel? Dat meen je niet. Ik heb Barella en die Sol helemaal niet gezien, hoor. Het zijn alleen maar eigenlijk Ginola en zo, maar ja, hier is hij dan. Maar ja, tot nu toe weinig in het spel gekomen. Laat maar een keer zien wat je kan, jongen. Mooie aanval. Klasse. Longshot dan. Groen getimed, tuurlijk. Die gaat erin. Ja, finesse trade volgens mij ook, hè. Die gekke dwerg. Je moet gewoon alleen maar finesse, lange hoek, alles. Dan gaat hij, de panter. Dit is geen buitenspel. Kom op. Lekker panter. De puma. De Franse tijger. Hoe je hem ook wilt noemen. Hij scoort. Daar is hij zo. Eindelijk. De eerste onderschepping. Hij heeft gewoon eigenlijk niets te doen de hele pot. Dat is best raar. Nou, longshot weer. Groen getimed. Wat is dit? Ik wil toch nagenieten? Jezus, mina man. Kijk, die gast krijgt elke keer als ik score echt een soort kortsluiting. Dat is heel lijp. Misschien is dit zijn laatste pot om te kunnen kwalificeren, maar hij krijgt elke keer een kortsluiting. Dus ik moet even start drukken en dan... Kan hij even tot rust komen? Jezus, die longshots, jongen. Op de PS5... Ik zweer het je. Ik ga nu iets zeggen. Op de PS5 zijn longshots anders dan op PS4. PS4 heb ik het idee dat het minder goed werkt. Het kan bullshit zijn, maar ik zweer het je. Kijk, het is lekker. Nu kunnen we wel... Bernardo Silva, die is wel lekker vanaf daar. Ginola lekker naar de spits. Nee, dan gaan we wel Silva hier zetten. En Mbappé mag eruit. Dan gaat Benzema Vinicius, jongens. Kijk, wat een wissels. Dat is wel lekker, hè? Dat je gewoon 3 topwissels hebt. Dus je team wordt er niet echt slecht op. Goeie paas, kom op. Die moet goed zijn. Daar komt hij, de puma. Wat doet hij? What the fuck, man? Dat is echt rauw, hè? Ik druk op schieten al ruim voordat hij die actie aanging. Het spel registreert het gewoon af en toe. Benzema. Daar gaat hij. Tweede paal. Kijk, ik zweer het je. Ik deed nu al fake shot voordat hij weer doorliep. Dat is echt gewoon een half seconde. Daarvoor doet hij gewoon eens. Nou, corner glitch dan. Tweede paal. Benzi. Wat een redding. Nou, daar komt hij. Benzema, dribbel hem er maar in. Die gast wordt helemaal gek. Die zat al slidings en gekke dingen te doen. Oké, we winnen de pot. Dat is het belangrijkste. Even kijken naar de beoordelingen. Wie kreeg goed? Even kijken. Barella 7,3. Ik heb hem eigenlijk bijna niet gezien, maar oké. Okay. Zo, ook goed. En onze grote vriend Spina zat ook een 7. Oké. Okay. Best wel lage cijfers voor... Een goede uitslag. Ja, het is... Ja, het kan misschien een beetje raar overkomen. Ik het weer zeg maar echt... Ik zweer je dat ik soms echt een seconde voor een fake shot druk. En dan loopt hij door. Of met schieten net. Maar ja, dat heb ik dus vaak bij de PS5. Longshots en ja, ik vind het best wel een leuke gameplay. Alleen, voor je gevoel loopt het gewoon een seconde of een half seconde achter of zo. Dat heb ik op PS4 dus minder. We gaan het gewoon een beetje aanvoelen. Vergeet even niet deze video te liken. Abonneer. En laat even weten wat je van mijn team vindt. En of ik het eventueel nog een klein beetje kan aanpassen. Ik denk dat ik Messi gewoon hou. Je zag het net. Ja, dit is gewoon een team, toch? Laat even weten, wat voor cijfer. Ik geef het een 8,5. Prima. Ciao mensen, geniet ervan. Bye bye. Doei doei.